Hallo iedereen, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal in de Donkers. Mijn naam is Dino Donkers, voor mensen dat niet weten. En ja, we zitten weer al in de auto. Hey, hey, hey. Ik weet het, ik zeg het elke keer en elke keer ben ik nog vrolijker. Vandaag gaan we voor de tweede keer dit jaar naar Baarle-Hertog. En dan hoor ik al sommige mensen denken van Nino, what the fuck, hoe stom kunnen zijn? Waarom gaan we nu naar Baarle-Hertog? Het is daar poeken druk. De winkels zijn dicht. Loods is bijvoorbeeld dicht. Hè? Vanwege de nieuwe coronaregels in België. Voor de mensen die het nog niet weten. Loods Vuurwerk en Eerste Groep Fireworks hebben besloten om te sluiten. Omdat ze max 2 personen in de winkel kunnen laten. En dat wordt geen doen, want dan gaan we wachtrijen krijgen van 5 uur lang. Dus ik begrijp de keuze. Ik vind het jammer dat ze het doen. Maar ja, want ik kwam nog heel graag naar Eerste Groep Fireworks dit jaar. Maar dat komt er dus helaas niet van. In ieder geval, we zijn nu onderweg naar Baarle-Hertog, maar niet zomaar, nee. We gaan naar een winkel waar ik nog nooit ben geweest in Baarle-Hertog. En dat is Dolfijn Vuurwerk. Waarom ga ik naar Dolfijn Vuurwerk? Ik was eens een keertje op de website aan het kijken en die hadden heel veel van die... hoe noemen die dat? Die powerboxen, zo, van Vulcan. Zo van die pakketten met allemaal kleine cakejes in en zo. En die vond ik heel interessant dus. Ik heb daar een bestelling geplaatst. Op de computer, je kunt daar dus bestellen blijkbaar. Alleen momenteel is dat de enige methode dat je dat vuurwerk kunt kopen. De winkel zelf is dicht. Ook vanwege de coronacrisis, bla bla bla. Maar dat is niet belangrijk. Dus zonder veel verder aan vuil te maken. Ik zie jullie zo meteen bij Dolfijn Vuurwerk. Oké, we komen dus net van bij Lood vandaan. Daar achterin. Het is redelijk druk in Baarle. Ik ben juist de barshop gepasseerd en ben blij dat ik daar niet hoef aan te schaven. Dolfijn is er ook een kleine wachtrij, maar veel mee. Ik heb 10 minuten staan achter ongeveer en heb ik mijn bestelling. Dus dit is ongeveer wat ik heb gehad. Dus we hebben hier een leuk doosje. Het Jumbo XL pakket, Spyro Box nummer 1. Grote single shots. Ik heb nog nooit zo'n grote gehad. Rockwell's Bullets, ik laat ze bij thuis wel even fatsoenlijk zien wat ik allemaal heb. Hier ook nog Spyro Box nummer 2. Een kinderpakketje, een kaartcake. Laten we thuis allemaal wel eens zien waar ik heb. Ik ga weer mooi rond de kerk. En kijk, zie ik het nog niet op de camera, maar kijk wat de fuck hier staat. Holy shit. What the fuck? Ik ga gewoon de baan op. Ik moet me oppassen of ik ruim hier wat mensen overhoop. Oh no. The fuck, maat. Dat is hier geen doen. Ik moet hier weg, zo snel mogelijk. Oké, nu zijn we dus thuis aangekomen. Het is ondertussen buiten pikken donker. Ik ga in deze video niet stoken, want het probleem is een beetje... Het is nu 7:45 in de avond. We zijn 29 december. Morgen heb ik om 10 uur een afspraak bij vuurwerkshop Jo. Die shopping video komt ook. Dus ik moet toch op tijd in mijn bedje liggen. Dus vandaag geen gestook meer, sorry. Maar ja, we gaan eens even laten zien wat we in totaal hebben. Hè. Zullen we beginnen met het doosje hier. Hebben we hier 5 keer de Mandarin Cracker 90 shots. 5 90 shot matches. Matches zijn altijd leuk. Dan hebben we hier de Screaming Bullets. Die zijn een soort van single shot, alleen komt er gewoon een wolk van crackling uit. In plaats van een komeet of een iets. Dan hebben we de popcorn, dat is een fontein. Een doos van, in de vorm van een popcorn. Leuk. Veel knetters, hou ik van. Dan hebben we hier de Duro Colpo. Dat zou een hele grote single shot moeten zijn. Dat. Hier ben ik wel benieuwd naar. Dan hebben we als volgt de Mandarin Cracker 500 shots. Hetzelfde als de 9 shot matches, maar dan een 500 shot variant. Dan hebben we Pyro Box nummer 1. En ja, als je mij vraagt waarom ik deze heb gekocht, is het eigenlijk puur vanwege die kleine cakejes die erin zitten. Het is leuk voor overdag. Ja, dit is een fontein. Maar dit is een cakeje, zijn van die fluitcakejes. Gewoon een leuk spul voor overdag af te steken. Daarom heb ik het eigenlijk gekocht. Hetzelfde geval met de Jumbo XL pakket. Wederom zitten grotendeels allemaal fonteinen. Deze zijn allemaal fonteinen. Een paar honderd poortjes. Hier van die fluitfonteintjes, even cakejes.
gewoon leuk om af te steken voor de rest. Dan is het ons vlees. Gaan we maar wat er in de zak zit. Dat is Firebox nummer 2. Tussen groters, grote fluitbatterijen en hier ook kleine cakejes. Sunshine, Happy's of zoiets. En ook fonteinen natuurlijk. Gewoon leuk voor overdag af te steken. Om de video een beetje mee te vullen. Want ja, ik wil overdag afsteken, maar ik kan natuurlijk niet gigantische cakes gaan afsteken overdag. Want dan zou ik te veel overlast veroorzaken en ik wil natuurlijk geen probleem met mensen. Dan hebben we ook nog de Force. Deze klein pakketje met klein spul. Altijd leuk, altijd anders. Handig is niet eens gewoon leuk. Dan het voorlaatste wat we hebben is de 120 Romeinse kaars. Het ziet eruit als een grote single shot, maar het zijn allemaal Romeinse kaarsen. Zoals de trouwbekijkers van mij weten, ik ben dol op Romeinse kaarsen. En als laatste een klein cakeje. De Rage. Die is, even kijken, staat dat hier op? Ja, normaal wel. 39,9 gram, dus net geen 40 gram. Een 10 shots cake. Ik heb ze gezien op video, het duurt amper 5 seconden, maar wel leuk ding. Dus ja, dat is ongeveer een beetje wat we allemaal hebben. Het is niet spectaculair, het is gewoon wat kleine rommel. Ik ga geen al te grote cakes meer kopen dit jaar. Waarom? Omdat ik heb nog heel veel grote blokken staan van vorig jaar die ik niet heb afgestoken. Dus dat vlak ga ik natuurlijk niets meer bijkopen. Het is gewoon leuk voor overdag en een beetje vet te klooien. Zoals ik al zei in de video, zojuist eigenlijk. Ik ga nog sowieso morgen naar vuurwerkshop Jo. 30 december is dat morgen. Ik hoop deze video zo snel mogelijk online te krijgen. Ik weet niet wanneer ze online gaat staan. Ik denk morgen. Misschien kan het zijn dat het van de nacht al is. Dus als je deze video om pakt 11 uur 's avonds al aan het kijken zij. Hallo. Dus ja, morgen ga ik dus sowieso ook nog naar vuurwerkshop Jo. En dat moet ik om 10 uur zijn. Lekker vroeg dus. Achteraf gezien eigenlijk niet zo heel slim. Want zeker een uur rijden voor mij, als het niet verder is. Maar ja, ik was er nog nooit geweest en ik was toch wel eens benieuwd wat ze allemaal hebben. Ik heb daar een flinke bestelling gedaan. Die gaan we dus ook gewoon ophalen. Net zoals Dolfijn hier heb ik gewoon besteld via de website. Want dat moet momenteel via Dolfijn. De enige manier hoe je daar kunt bestellen. Dus ja, ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. Er komt ook sowieso nog de collectievideo en dan de compilatie vanuit de nieuw zelf natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, zoals altijd. Ja. Bedankt voor het kijken. Like de video als je hem leuk vond. Abonneer voor meer vuurwerkvideo's. En dan zeg ik wel, zoals altijd, tot de volgende keer. Later.